Het betere knipwerk zit erop. Het was niet zo evident. Nu, dit uitknippen viel op zich wel redelijk mee. Dat, ja, uiteindelijk dit dan. En dan het neusje en het mondje. Dat viel wel mee. Maar ik heb ook nog een spinnetje uitgeknipt. Een griezelig spinnetje. Omdat ik eigenlijk twee diffusers heb. Nu, de ene kant van het spinnetje. Ik ben rechtshandig, dus dat viel heel goed mee. Maar om de andere kant te knippen, heb ik het gewoon tegen het licht gehouden en dan zo geknipt achterste voren eigenlijk. En op die manier viel het ook wel mee. Want anders zat ik echt tegen mijn hand te knippen. Was niet zo evident. Ik kan er natuurlijk ook een breekmes voor gebruiken, maar ik heb het nu gewoon met een schaar gedaan. Nu, wat is onze volgende stap? Onze volgende stap is, ja, we nemen onze diffuser, of toch het bovenste stukje erbij. En we gaan onze diertjes daarop kleven. Nu, meestal staat het logo van Young Living bij mij aan de voorkant. Maar nu ga ik het voor één keer aan de achterkant doen. En ik ga beginnen met het spinnetje. En ik ga dat spinnetje eigenlijk gewoon hier op de diffuser. Ik ga dat zo een beetje scheef kleven. En ik ga dat doen met plakband. Nu, ik pak een stukje plakband eigenlijk. En wat ga ik doen? Dus dit is de kleefkant. Ik ga een rolletje maken met de kleefkant langs buiten. En zo heb je eigenlijk meteen dubbelzijdig, gaat dat dubbelzijdig gaan kleven. En op die manier kan je eigenlijk je spinnetje schattig op jouw diffuser kleven. Ik vind het niet erg dat die pootjes daar zo'n beetje uithangen. Ik vind dat eigenlijk wel heel leuk op dit motiefje. Ja, je kan er eigenlijk een beetje zot mee doen. Dus dit is één diffuser. Ik heb twee dewdrops thuis staan. Dus deze ga ik al hier zetten. En dan gaan we beginnen met, kijken, met ons gezichtje. Nu, mijn gezichtje wil ik wel liever mooi in de vorm hebben. Dus ga ik mijn plakkertje op de twee kanten kleven. Dus ik ga hier een plakkertje kleven en daar ga ik een plakkertje kleven. Nu moet mijn plakkertje wat kleiner zijn. Dat is zo'n beetje prutswerk. En dan kleef ik het erop. Hup. Zo. En dan hier ook een klevertje. Dus ook weer rolletjes maken. Hè. En dan kleef ik het ook hier. Zo. Voilà. Dus zo ga je dan eigenlijk gaan zien dat ik hier twee rolletjes heb. Al moet ik toegeven dat dit rolletje eigenlijk te groot is. Dus dat ga ik gebruiken voor een oogje. Het is natuurlijk niet zo mooi als je het gaat zien, hè, die plakkertjes. Zelfs voor het oogje is het te groot. Ja, zonde. Ik ga een nieuw plakkertje maken. Het is niet mooi als het zichtbaar is. En ik ben wel een beetje een perfectionist. Dus het moet wel redelijk in orde zijn. Oké, dat gaat beter zijn. Voilà. Dus ik ga het mondje er al op kleven. Voilà, dat is één. En dan ga ik ook de oogjes. We zien dat mijn rolletje klein en fijn genoeg is. Ja, dat is een neusje. Dat heb ik ook. Zelfs voor het neusje is mijn plakband te groot. Dus ik ga het gewoon in twee knippen. Ah, daar kan ik de andere ook nog voor gebruiken. Kan ik nog in twee knippen. Goh. Neusje. Hoe gaan we het neusje zetten? Misschien een beetje scheef. Dat is wel leuk. Kan je zo'n beetje in spelen. En dan heb ik nog een andere halve over. Voor het oogje. Zo. Hier een oogje. En dan dat rolletje. Ga ik hier ook in twee knippen. En dan kan ik eigenlijk ook gebruiken. Het is toch niet verloren.
Voilà, dan heb ik een oogje hier ook. En dan heb ik eigenlijk een super schattig Halloween diffuser.